tunafanya kwa manufaa au kwa sababu maalum. Kontua tunapoweka shambani kule, tunatumia kama sehemu ya kuizuia maji isikimbie ili tuweze kuvuna ipenye kwenda ardhini. Na miti tunapopanda kule shambani inatusaidia kwanza kukinga ule uoto wa jua usigonge sana shambani. Ninatumia lablab kwa ajili ya kutengeneza nitrogen iliyoko kwenye mizizi yake. Na somba mbolea hii ya wanyama na mabaki ya malisho naenda kule kuweka shambani. Na baada kufuata utaalamu, sasa hivi kipato changu kimeongezeka kwa eka moja ni kwenye gunia 15 mpaka 20. Kuna mwaka mmoja ambaye mvua ilinyesha vizuri tulipata gunia 25 kwa eka moja. Sasa hivi mimi nimeweza kusomesha watoto wangu. Nimeweza kujenga nyumba yangu vizuri. Nimeweza kujenga mitambo yangu ya biogas. Nimeweza kujenga mabanda ya mifugo yangu, wanafungiwa ndani wanakaa wanakula. Nimeweza kuendesha bustani zangu kwa kitaalamu. Hata mazingira tuliopo hapa bila utaalamu isingekalika. De geïndustrialiseerde landbouw, ik denk niet dat dat echt de toekomst is. We zien nu al van 30 jaar en meer terug dat de opbrengsten nauwelijks omhoog gaan. En dan praat ik eigenlijk over de graanteelt. Omdat we nu een heel ander teeltsysteem hanteren, zijn er gewoon veel meer kansen gekomen om die teelt te optimaliseren. En wat wij hanteren is gewoon weinig zaaizaad, waarin eigenlijk zoveel mogelijk de aren die ontwikkeld worden, dat die tot wasdom komen en dat we die ook kunnen oogsten. Dat is eigenlijk een systeem helemaal andersom. Dus je gaat uit van weinig planten, maar die zich wel optimaal kunnen ontwikkelen tot en met de oogst. 3 jaar geleden hadden we een gemiddelde oogst van 9600 kilogram per hectare. Maar je ziet als je de natuur in zijn gang laat gaan, en je zaait eigenlijk het zaad zo dat het eigenlijk weinig vatbaar is voor ziekten en ook gezond uitgangsmateriaal. Dan blijkt dat je op deze grond althans een dergelijke hoge opbrengst kan krijgen. En we weten ook dat dit niet het einde is.